Ik ben heel erg gewend aan het razendsnelle en drukke leven van de stad als Londen. Maar mijn toekomst zou er wel eens heel anders kunnen uitzien. Zoals het Engelse dorpje Whiteley, waar het levenstempo een tikkie langzamer is. Want hier zul je niemand onder de 60 vinden. Simpelweg omdat er alleen maar ouderen mogen wonen. Whiteley werd 100 jaar geleden gesticht uit liefdadigheid voor arme bejaarden. Het dorp is niet alleen voor ouderen, maar wordt ook deels gerund door ouderen. En je hoeft je geen moment te vervelen in Whiteley, want elke dag is er wel iets te doen. Well, I run the putting club, my wife runs the craft club, there's the bowling club, there's the six-hole golf club. Gosh, you've got the social club, snooker, pool. Since I've been retired, I find in many ways I'm more active now than when I was working. Ja, om een beetje voor te bereiden op mijn eigen toekomst, is het wel handig als ik alvast even ga oefenen. I am lost for words. That was absolutely diabolical. Maar gelukkig is er één dorpsactiviteit waar ik geen moeite mee heb. Cheers, gentlemen. Cheers. Cheers.